zijn hier op het Plurijnlocatie Het Hietveld in Beekbergen. Nou, vandaag mogen wij met de spelers van Eagles lekker binnenkijken bij de mensen hier en hoe ze het hebben. Toevallig hadden we ook Hans, Michel en Harry, al onze stafleden, maar die zitten ook hier in het huis met dezelfde namen. Ja, mooi en interessant om te zien hoe zij leven en hoe ze het hebben hier. Met de een wat meer vrijheid dan de ander en ja, mooi om te zien en om dat te mogen bekijken. Vorig jaar zijn we bij de Belen geweest en dat was dan met wat met pubers, zeg maar, dus wat jongere mensen, hier is volgens mij vanaf 18 jaar. En dus je had al een beetje een idee, zeg maar, het blijft indrukwekkend, zeg maar. En wel petje af voor de mensen die hier werken, want die doen wel goed, zeg maar. Na zo'n dag dan zie je eigenlijk niets anders dan dat er goed voor die mensen wordt gezorgd en dat zij toch ook waar nodig, zeg maar, waar het kan, ook in vrijheid hebben en als ze het nodig hebben ook weer in zorg. Dus dat is allemaal goed geregeld hier.